Heer, voor u zitten deze twee jonge mensen, Elke en Reggie. In hun hart leeft een grote droom. Als twee gelukkige mensen door het leven gaan, verbonden door de liefde. Wil dan uw zegen schenken opdat die mooie droom werkelijkheid mag worden. Laat uw zegenende hand rusten op deze bruid en bruidegom. Geef dat zij van harte één zijn en houden van elkaar. Dat zij vol vreugde zijn om het wondere geschenk dat zij dag voor elkaar mogen zijn. Maak hun liefde zo sterk dat zij blijven naar elkaar toegroeien met hun eigen talenten als man en vrouw. En dat zij in die liefde uw nabijheid mogen ervaren. Amen. En zo zijn we stilletjes aan het einde gekomen van deze viering. Maar graag luisteren we eerst nog naar twee persoonlijke boodschappen. Mij werd gevraagd nog een persoonlijke boodschap tot u te richten. Of het nu een kleine of een grote boodschap is, dat zal de toekomst uitwijzen. Geacht nu zeer vers gehuwd bruidspaar, ik kreeg eigenlijk de krop in de keel gedurende de viering bij het aanschouwen van jullie prille geluk. Hopelijk dat er nooit geen enkele boze krachten... Ik ga er stoppen, want dat lijkt meer een aanzet naar een soort in memoriam. Terwijl dit gebeuren eigenlijk een in de gloria is. Wat zeg ik? Een glory halleluja is. Elke en Reggie of director, I&R. Ik wil niet allideuren naar een of andere snode personage uit een of andere feuilleton, J&R, ah nee. We beginnen met R. Ik heb hem zien evolueren in de wieg, uit de wieg, eerste communie, plechtige communie. Eigenlijk hadden we toen moeten ophouden. Ja. Kijk, enfin, van toen af ontwikkelde R zich in een ijl tempo tot een muzikaal jachtluipaard. Wild and free, steeds op zoek in de jungle naar een of ander sierlijke gazelle. Op een dag zag hij de gazelle van zijn dromen rondhuppelen. Een lichte bijziendheid zorgde er wel voor dat hij niet onmiddellijk in de gaten had dat het hier niet om een gazelle, maar om het vrouwelijke jachtluipaard I ging. Het snel overmeesteren draaide eigenlijk uit voor I&R in een uitputtingsslag, waar we vandaag gelukkig het einde van hebben gezien. I&R, mijn kenger, weet maar dat het maar één stap is van de jungle naar de zoo. De zoologie die het leven soms wel eens is. De stap die jullie vandaag gezet hebben, dat is zo. De klauwen worden geknipt. De wilde haren platgelegd. En jullie worden nu ingelijfd in de meute der pussycats. Het huwelijk is een instituut. En als er al eens sleet of stof opduikt, weet dan dat jullie een enorme troef in de handen hebben. De muziek. Ah, de muziek. Music washes away the dust of everyday's life from the soul. Vrij poëtisch in het Nederlands, vertaald. Maak de lieken of draai de platen en weg is de sleur waarover het hier gaat. Ik beweer niet dat ik wijzer ben. Maar het is alleen omdat ik meer met mijn rug tegen de muur heb gestaan dan jullie, dat ik dit nog voor je toekomst wil meegeven. Prenez le temps de rire. C'est la musique de l'âme. Prenez le temps de partager. La vie est trop courte pour être égoïste. Vertaling? Nee, die kan je straks bij mij krijgen. Want
Van u is het koninkrijk en de kracht van de heerlijkheid in eeuwigheid. Prachtig, prachtig. Daar is niks meer aan toe te voegen, of toch nog dit. Denk eraan, Reggie en Elke, eeuwig duurt het langst. Mijn kenger, hopen, geluk en succes u toegewenst door deze keer P. Pengsten. Dank u. Ik ga het gewoon in het Nederlands doen, als dat in orde is. Van weinig vriendschappen herinner je nog exact het juiste moment waarop ze begonnen. Die tussen Elke en mezelf is daar, wat mij betreft, een uitzondering op. Ik had in een ver en duister verleden het waanzinnige plan opgevat om de 20 kilometer door Brussel mee te lopen. En toen ze dat hoorde op de M&M-redactie, had Elke zoveel vertrouwen in mijn kathedraal van een lichaam dat ze dodelijk ongerust achter mijn rug naar mijn man belde en hem op het hart drukte toch maar de juiste Geneverbessen douchegel in huis te halen. Volgens haar zou ik na de wedstrijd helemaal kapot zijn en die Geneverbessen zouden op een of andere miraculeuze manier deugd doen. En ik geef het hier graag toe in het bijzijn van u allen. Elke van Elderen had gelijk. Sinds die dag denk ik bijna elke keer aan haar als ik een douche neem. Al mag dat strikt genomen vanaf vandaag niet meer. De helft van de kerk ziet mij nu ongetwijfeld in zijn fantasie naakt in mijn badkamer staan. Maar ik wou u toch dit verhaal niet onthouden. Want het was niet alleen het begin van een fijne vriendschap, maar ook een extreem typisch voorbeeld voor die twee lieve schatten die hier vandaag in de huwelijksboot gestapt zijn. Aan de toog vragen mensen dat wel eens. U zal dat ongetwijfeld herkennen. Die Reggie en die Elke, hoe zijn die nu zomaar echt en techtig in techt? En dan staat een mens daar en kan je niet anders dan antwoorden, bah, gewoon. Een beetje gek en geestig en een beetje Limburgs en attent en harde werkers. En af en toe is goed wat aan bras over de katten of over het trouwfeest, zoals iedereen eigenlijk. Ook wel heel erg gastvrij, van het Sportpaleis tot in Heus de Zolder en weer terug. Want ze zeggen altijd dat goed gezelschap een glas wijn beter maakt. Wel, de allerbeste wijn die ik ooit in heel mijn leven heb gedronken, stond bij jullie thuis op tafel. Ik ben zelf getrouwd. En dan vraagt de mens zich op voorhand noodgedwongen af, trouwen, wat is dat nu eigenlijk feitelijk? En mijn conclusie was heel eenvoudig, laten zien dat je elkaar graag ziet aan de mensen die je graag ziet. Ouders, familie, vrienden, kennissen, collega's, buren, toevallige voorbijgangers. En in dit geval ook de rest van het land, delen van Europa, de wereld, met een klein beetje geduld misschien zelfs Mars. Maar daarmee is het wel bewezen. De wereld ziet Elke en Reggie graag, zeker als ze met cameraploegen en al in hun jacuzzi zitten. Maar omgekeerd geldt hetzelfde. Elke en Reggie zien hun wereld graag. En ze zijn daar dag in, dag uit mee bezig. Ze hebben plezier in het plezier van anderen. En dat gaat soms heel erg gevaarlijk ver. Ik vroeg bijvoorbeeld ooit per e-mail aan Reggie of hij samen met mij wou meedoen aan het groot dicté der Nederlandse taal. En zelfs daarop antwoordde hij, allemaal goed, waar is dat feestje? Met drie typefouten erin dan wel. Maar alleen het beste is goed genoeg. Het is gebeurd. Meneer en mevrouw Pengsten. Wie had dat ooit gedacht? Ik wel, eigenlijk. En ik zou nu nog een uur kunnen doorgaan over kleine blonde Reggietjes die met synthesizers of de autosleutels van de papa spelen. En kleine blonde Elketjes die 6 boeken tegelijk schrijven terwijl ze al yogaend, knutselend en naaiend de wereld redden. Maar first things first. Jullie zijn getrouwd en wat mij betreft is dat inderdaad voor altijd. Ik denk niet dat jullie kaars snel zal uitgaan. Ik zie dat allemaal geweldig goed komen en mocht het ooit toch een klein beetje stroef of stram beginnen lopen, ik ken daar een hele goede Geneverbessen douchegel voor. Lang zullen ze leven in de gloria en ver daarbuiten. En dames en heren, lieve vrienden, familie, kennissen, collega's, het wordt hoog tijd dat u uw keel is openzet. Dus daarom voor Elke en Reggie, hip hip hip! Elke en Reggie, ik denk dat ik de tolk mag zijn van al degenen die hier aanwezig zijn en ook van de kijkers thuis die deze dienst op de beeldbuis hebben gevolgd om jullie het beste toe te wensen
dat het goed mag gaan in jullie huwelijk en dat je elke dag nog meer vreugde mocht vinden bij elkaar. Jullie beginnen een huwelijk waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit. En hopelijk scoren jullie hiermee je grootste hit. Nog een vrolijke dag verder samen met je familie en vrienden. En natuurlijk ook dank aan al degenen die deze viering mee gestalte hebben gegeven. En ook al dat muzikaal en vocaal talent achter en naast mij. En laten we nu dadelijk na het slotlied van Scala van hierheen gaan in vrede. En zegen u allen de goede God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van de twee meest opmerkelijke mensen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Zeer opmerkelijk en speciaal koppel. Speciaal voor jullie, van ons allemaal. Een lied over de liefde. Er zijn heel veel muzikanten hier in deze mooie zaal. Kerk. Dat zou geen enkel probleem mogen zijn wat het meezingen betreft. Wij gaan meezingen voor Reggie en Elke. Uit liefde voor jullie. Als er hier een bom zou vallen op deze kerk, hebben we geen Vlaamse ultratop meer. Dus dat zou moeten lukken. Dat meezingen, refreingewijs, voor jullie. Live zingen kan wat ons betreft nog een beetje beter. Maar u ziet, live zingen, beste muzikant, is toch nog iets anders. U krijgt een tweede kans. Beter. En nu om Reggie en Elke de wijde wereld in te sturen. Vol liefde, neemt u elkaar vast, kouderengewijs. Dat gaat met sommige van die pakjes en kleedjes een beetje moeilijker gaan dan normaal. U neemt elkaar schoudergewijs vast. Ook vreemden, dat mag. Ook mannen onder elkaar, dat mag ook.